Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Nou, vanochtend las ik op het nieuws, Sally van Veenendaal kan niet meer meedoen aan het EK. Want ze heeft een blessure aan de schouder, dus ze is voor de rest van het EK uitgeschakeld. Ja, je zag natuurlijk in de eerste wedstrijd tussen Nederland en Zweden dat ze uitviel. Dat is balen, want ik vind het een goede keepster. Dus nu kan ze niet meer meedoen. Ja, dat vind ik jammer. Ja, wie de vervangster wordt, het is of Van Domselaar of iemand anders. Ik dacht Van Domselaar, die vond ik trouwens tussen de eerste wedstrijd redelijk goed keeper. En ja, die zou het waarschijnlijk ook gaan vervangen. Maar ja, het is natuurlijk wel balen dat Van Veenendaal niet meer mee kan doen. Ja, je zag eerst die blessure, het leek eerst wel mee te vallen, want ze ging nog doorkeeper. Maar op een gegeven moment ging ze zitten en dacht ze van, nou, ik ga niet meer meedoen. Ze werd eruit gehaald en gewisseld. En wat blijkt nu? Ze kan helemaal niet meer meedoen met het EK. Dat is echt jammer. Ik hoop dat ze snel weer herstelt na het EK. En dat ze op het WK wel gewoon weer meekiept. Want het is een goede keepster. Ze heeft tijdens het EK 2017 en het WK 2019 heeft ze behoorlijk goed gekiept. Ja, door haar zijn we ook heel ver gekomen. En ja, ik ben benieuwd hoe die andere keepster het gaat doen. Of die het een beetje goed gaat doen. Laten we wel een beetje vertrouwen erin houden. Ik heb mijn NS 11 shirtje aan. De 12e man. Dus we blijven ze natuurlijk wel gewoon supporten. We houden er vertrouwen erin met de andere keepsters. Die zullen het ook wel kunnen. Want ja, reservekeeper ben je ook niet voor niks. Maar het is wel even balen. Ja. Nou, ze ziet deze video niet hoor. Maar stel, ze zou het wel zien op de een of andere manier. Veel beterschap. Ik hoop dat je snel weer herstelt. En dan weer achter de lat kan staan. Of achter de lat, voor de lat. Of voor het doel. Nou ja, whatever. Ja, dat wou ik even melden. Ik las het bericht vanochtend op Instagram. Balen. Maar ja, het is even niet anders. Goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.